We zijn vandaag in Hendrik Ido Ambacht en ik ga meelopen met het KWS. We gaan iets doen met asfalt, maar wat het precies is, gaan we zo zien. Maar ik hoop wel dat het een stukje leuker is dan wat daar binnen gebeurde. Brenda. Tim. Leuk dat ik jou spreek. Ja, leuk dat je er bent. Ja, nou, leuk om hier te zijn. Jij werkt voor het KWS, wat doe je precies? Ik ben van de afdeling HRM, dus ik ben verantwoordelijk voor alles wat mijn personeel te maken heeft. Oké, okay, en je bent nu ook hier op de locatie. Ja. Zijn er ook dingen die je hier nu kan doen? Nee. Oh, ja. Wat doe je dan? Nou, hier ben ik nu vandaag voor dit filmpje, dus ja. Dat is wel leuk om op locatie te zijn. Ik kom niet heel vaak op locatie, helaas. Want het is leuk om buiten te zijn bij de jongens. Ja. Maar als ik hier ben, dan probeer ik een beetje mee te lopen, mee te draaien met wat ze buiten doen. Om meer feeling te krijgen met de mannen. Wat trekt mensen aan voor dit werk? Want ik bedoel, naast dat ik zie dat het buiten is en dat je dus altijd onderweg bent, vraag me af waarom mensen kiezen voor dit werk. Nou, je maakt echt een project. En wij als KWS doen dat van voor naar achter. Dus we doen het voorbereiden, we doen het uitvoeren en we doen het ook nog beheren indien dat gevraagd wordt. Ja. En die mannen buiten vinden het natuurlijk prachtig mooi om een weg te maken en dan vervolgens de volgende keer er overheen te rijden en dan te weten dat zij die weg hebben aangelegd. Ja. En dat is wel wat mensen ertoe beweegt om bij ons te komen werken. Een project maken. Ik denk, het is ook werk wat blijft groeien, want politiek heeft nu aangestuurd op meer wegen en zo. Dus eigenlijk is... Je hebt gegarandeerd een baan. Als het goed is wel, ja. Ja. En de komende jaren wordt er weer veel onderhoud gepleegd. En KWS, in ieder geval onze vestiging, doet ook onderhoud aan bijvoorbeeld bruggen. Dus er zitten ook echt leuke projecten bij. En ons werkgebied is best wel divers. Ja. Eigenlijk het hele zuiden van Zuid-Holland. Ja, ja. Tot en met de Maasvlakte, bij wijze van. Ja. En, dus het is wel leuk voor mensen, en zeker jonge jongens als je hier in de omgeving woont, om ook hier te komen werken. Je hoeft niet heel ver te reizen. Oké. We gaan naar buiten. Hey! Hallo! Ik moest naar de werkplek toe, maar ik heb geen idee waar het is. Waar is het ongeveer? We zijn er om de hoek bezig. Om de hoek, oké. Okay. Ja. En betaalt het een beetje lekker trouwens? Ga ik meewerken zo? Betaalt het een beetje goed? Ja, dan verdien je meer als nu. Meer als nu? Ja. Oké, okay, leuk. Ja? Ja, deze kant op, ja. Succes! Oh, dank je! Deze industrie op het moment? Voor ons zat is wij hebben best wel een oude ploeg. Ja. En dan gaan we over een paar jaar, dan gaan we gewoon een hoop in de fut. Dus er komen plekken vrij. Absoluut, ja. Dus voor jongeren is het misschien wel interessant. Het is heel afwisselend werk. Er is geen dag hetzelfde. Nee. De ene dag zit je hier. En de andere dag dan zit je daar lopen. Ja. Hoeveel kilometer heb jij in je carrière gelegd? Oh. Want eigenlijk ben jij verantwoordelijk voor een best groot gedeelte van Nederland, waar heel veel mensen gebruik van maken. Vooral Zuid-Holland hoor, maar... Hoeveel heb je gelegd, denk je ongeveer? Oh. Ik denk als je alles bij elkaar optelt... In lengte, ja, dat is zomaar een ruwe schatting hoor. Ja? Ja, 30.000, 40.000 kilometer misschien. Ja, ik weet het niet. Dat is echt denk niet het normaal. Zoiets. Als je alles bij elkaar optelt... Dat is echt gestoord. Ik doe het nu al... 33 jaar, dus Het is leuk even met je gepraat hoor, man. Ja, tof hè. Heb je nog een vraag? Stel een vraag, stel hem. Huh? Oh, leuk man. Ik even mee naar Nou, dit is wel leuk. Dit is leuk werk hoor, maar het is ook met de collega's, dan is het gewoon leuk. Ja, je hebt een vaste groep hè? Ja, een vaste ploeg. Kijk, we kunnen allemaal goed bij elkaar opschieten. We hebben een hoop lol. Een hoop meegemaakt ook in de jaren. Een hoop meegemaakt, ja.
dat is wel de wereldproblemen, die worden altijd bij ons opgelost in de strafkijt. Ah ja, dat is wel lekker. Zou Rutte de volgende keer dat soort dingen, dat wordt bij ons gewoon opgelost. Dat is een punt. Lach gewoon. Oh, ja, ik moet eruit. Oké. Okay. Nogmaals bedankt. Moet de zender ook hebben, hey. Gaat hij doen. Oké. Okay. Hey man, alles goed? Ja, prima. Waarom is dit zo leuk voor jongeren om te gaan doen? Het is een uitdaging. Ik ben er 35 jaar geleden mee begonnen en ik heb ook onderaan aan het werk geweest. En ik heb op een wal gezeten. Ja. En ja, toch trok de machine me eigenlijk wel. En ik ben er via mijn vader, die is ook vroeger in de wegenbouw begonnen. En als je kijkt naar hoeveel kilometer jij in je leven hebt aangelegd, hoeveel is dat dan in 35 jaar? Hoeveel is dat? Ja. Moeilijk? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Maar wel echt veel. Maar wel een paar honderd. Maar in principe ben jij gewoon verantwoordelijk voor een stukje Nederland wat je hebt gemaakt. Ja. Dat is best wel cool. Ja. Vet. En zijn er ook veel meisjes die dit doen? We hebben één keer een stagiaire gehad. Eén keer? Ja. Maar voor de rest eigenlijk nooit. Geen meiden die dit willen doen of willen ervaren. Zou het wel leuk zijn als er weer vrouwen zijn? Dat zou makkelijk kunnen, ja. Dus als je thuis zit, een vrouw. Leuke gasten, altijd buiten. Kom gewoon deze kant op. Ik ben er ook. Wil je nou ook een keer dat ik bij je langskom, dan ga dan even naar baasovereigentoekomst.nl. Later.